Yes, daar zijn we weer bij het volgende onderwerp. En dit onderwerp gaat over kubussen en bollen. En daar gaat vraag 18, 19 en 20 over. Nou, laten we kijken naar de vragen van het onderwerp. Nou, ik zie hier wat figuurtjes staan. Hierboven staan de eerste figuren uit een reeks met kubussen en bollen. Het nummer van het figuur is aangegeven met de letter N. En zo zie je bijvoorbeeld bij n is 0 zie je geen bollen, maar bij n is 1 zie je al één bol, bij n is 2 zijn er wat meer bollen bijgelegd en dat wordt steeds groter, groter, groter. Nou, laten we kijken wat de vragen zijn. De eerste vraag: hoeveel bollen heeft figuur met n is c? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. Als ik zo'n vraag heb, dan ga ik eigenlijk altijd een soort van tabelletje maken en kijken of ik aan de hand van het tabelletje kan zien of ik een regelmaat zie. Ja, dus ik ga het n-nummer opschrijven, die ik hier heb. 0, ik heb 1, ik heb 2, ik heb 3 en ik heb 4. En dan ga ik even de bollen tellen. Dan bij n is 0, maakt er 0. Bij n is 1 zie ik 1 bol. Bij n is 2 zie ik 4 bollen. Bij n is 3 zie ik 9 bollen. En bij n is 4 zie ik 16 bollen. Hoe zie ik dat zo snel? Ik doe steeds een reeks, hè, van 4 bij 4. Hier doe ik 3 bij 3. En hier doe ik 2 keer 2. 2 keer 2. Ja, nou ga zo maar door. En ja, bij 1, 1 keer 1, maar dan kun je gewoon bij 1 bol houden. Ja, en hier, ik zie al een soort verband. Want als ik heb, ik al bij 4, teken 4 keer 4. Bij n is 4 is dat. Dus bij n is 5 straks zal ik dus 5 keer 5 moeten doen. En dat is 25. Bij n is 6, dan laat ik hem dan afmaken, 6 keer 6, 36. Dus bij n is 7, die ik dus wil uitrekenen, zal daar wel 49 uitkomen. Ja, dus bij n is 7 moet ik dus 7 in het kwadraat doen, of 7 keer 7, en daar komt 49 bollen uit. Ik denk in ieder geval dat dit mijn antwoord is. Ja, en dit moet je gaan zien. Misschien dat je het aan de hand van tabellen, je kunt ook zeggen van 0 naar 1 komt eentje bij, daarna 3 bij, daarna 5 bij, daarna 7 bij. Dus dan steeds, hè, wat erbij komt, komt er dus plus 2. Kan natuurlijk ook. Nou, gaan we kijken wat de CITO zegt. En de CITO zegt, 7 keer 7 moeten we doen en dat antwoord is 49 bollen. Of je mag ook een tabel maken en die uitwerken. Nou, we hebben het beide zelfs gedaan. Yes? Nou, dan zijn de punten van 18 die zijn dus al binnen. Weer twee erbij. Opgave 19. Om het aantal kubussen bij een figuurnummer te berekenen, kun je een formule maken. En schrijf deze formule op en neem k voor het aantal kubussen en n voor het nul van de figuur. Nou, de tactiek die ik bij 18 heb gebruikt, ga ik dus bij 19 eigenlijk ook weer gebruiken. Dus ik ga weer een tabelletje maken en ga kijken of ik nu weer een soort van verband zie. Ja, nu gaan we het niet hebben over bollen, maar we gaan het hebben over kubussen. 0, 1, 2, 3 en 4. En ik ga eens even kijken wat daarbij hoort. Bij 0 zie ik 4 kubussen. Bij 1 zie ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bij 2 zie ik er, dat zijn er 4, dat zijn er weer 4, dus dat is 8 plus 4, dat is 12. Bij 3 zie ik er 5, plus weer 5 is 10, plus 4 en 4, dan kom ik uit op. Zit het goed? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dat is 10. Dus 1, 2, 3. Ja, kom ik uit op 16. En bij 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met weer 6, dat is 12. En dan 1, 2, 3, 4. Met 4 kom ik uit op 20. Nou, en dan ga ik kijken nu. Zie ik een bepaald verband van het aantal kubussen. En het n-nummer wat dan stijgt is. Nou, en dat zie ik wel. Ik zie namelijk steeds eronder dat het plus 4 is. Dus hier. Plus 4, daar plus 4, daar plus 4 en daar plus 4. Dus steeds als ik één reeks verder ga, één reeksje verder ga, komt er steeds 4 erbij. Nou, we hebben hier dus te maken met een lineair verband, waarbij mijn groeifactor b
bekend is. Dus dit is een goede factor, maar richtingcoëfficiënt. Ja, maar richtingcoëfficiënt is bekend. Dus steeds als ik één reeks verder ga, gaat die dus 4 omhoog. Nou, waar is dan je begingetal? Je begingetal is altijd bij het eerste n-nummer, bij n is 0. Ja, dus niet het eerste n-nummer wat ik zeg, bij n is 0. En daar is jouw begingetal. Nou, dan ga ik mijn formule maken. Nou, en mijn formule is het aantal kubussen wat ik wil hebben. Aantal kubussen. Is je begingetal, nou, dat was het getal 4. 4 plus, want er komt steeds bij, hè, plus die richtingcoëfficiënt was 4. En dat vermenigvuldig ik met mijn n-nummer. Nou, en dat was de formule. En als je denkt bij jezelf, ja, maar ik twijfel of mijn formule goed is, nou, dan vul ik er eentje in. Dus bijvoorbeeld n is 3, ga ik vullen. 4 keer 3 is dan 12, plus 4 is 16. En er komt ook 16 uit. Dus ik denk dat dit mijn juiste antwoord is. Gaan we kijken naar het antwoordboekje. En die zegt, een voorbeeld van een juiste formule is k is 4n plus 4. Nou, je hellingsgetal is 4, dat is oftewel onze richtingcoëfficiënt. Hartstikke goed. Het startgetal, het begingetal, is dus ook 4. En dan zeggen ze ook bij de hele formule met een linkerlid. Nou, hier, wij hebben het anders opgeschreven. Wij hebben het begingetal van voren gehaald. En het hellingsgetal staat hier achter. Dat mag je natuurlijk zelf weten. Yes? Nou, vraag 19 ook weer alles binnen. Gaan we kijken naar vraag 20. Bij vraag 20 zeggen ze... 20 moet ik zetten. Je hebt 50 kubussen en 110 bollen. Wat is het nummer van, van de grootste figuur uit de reeks die je met kubussen en bollen kunt maken? En laat zien hoe je aan je antwoord komt. Nou ja... eigenlijk, als je al een heel klein beetje kijkt naar de tabellen die ik heb gemaakt, zou ik die door kunnen rekenen. Ik zou dus kunnen kijken van, laat ik dat gewoon even doen. Ik maak gewoon twee tabellen. De n is mijn n-nummer. Dan heb ik het hier over het aantal bollen. En hier het aantal kubussen. En dan, ik was gebleven bij, even kijken, bij de kubussen had ik hem nog kunnen afmaken. Hè? Nou, laat ik even zeggen, weet je wat, ik ga door bij 5. Bij 5, en dan ga ik 6, 7, 8, 9, 10, nou, geen enkel idee hoe verder moet, gaan we zo meteen kijken. Bij de bollen was 5 in het kwadraat is dus 25. 6 in het kwadraat is dus 36. 7 in het kwadraat 49. Januar. 8 in het kwadraat 64. 9 in het kwadraat 81. En hoeveel bollen hadden we? 110 bollen. Dus 10 in het kwadraat kan ook nog. Dat is 100. En dan gaan we heel even kijken naar 11 in het kwadraat. En 11 in het kwadraat is 121. En dat is niet mogelijk, want we hebben maar 110 bollen. Nou, dan ga ik ook heel even kijken naar de kubussen. Ik was bij 4 begonnen, of geëindigd. Dus dan wordt de volgende plus 4 is 24. Dan krijgen we hier 28, 32, 36, 40, 44 en 48. Nou ja, en die van 12 hoef ik al niet te zeggen, want ik zag al wel dat bij de bollen dat ik n is 11 niet meer kon maken, want ik heb daar te weinig bollen voor. Dus, ja, ik kom hier eigenlijk al tot de conclusie dat ik alleen maar een figuurtje n, tot en met n is 10 kan maken. He, wat is het nummer van de grootste figuur uit de reeks die je met deze kubus hebt bollen? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. Nou, we hebben hier een mooie tabel gemaakt met de reeks doorgezet. Dus, de conclusie erbij neerzetten. Grootst mogelijke, grootst mogelijk figuur is n is, moet ik goed zeggen, n is 10. Want n is 11 was 2. Ja?
Nou, dus eigenlijk heb ik gewoon gebruik gemaakt van opgave 18 en 19, want daar had ik ook al een reeks doorgezet. Hè. Nou, ga ik heel even kijken wat ze bij 20 zeggen. Antwoorden zijn net al snel, hè. Maar even kijken. Hier zeggen ze 10 keer 10 is 100 en 11 keer 11 is 121. Nou, dat is eigenlijk wat ik net in mijn reeks heb gezegd. Hè. Dan hebben we het over de bollen. Dus voor 110 bollen is de grootste figuur, figuur nummer is 10. En als n is 10, dan hoort daar k is 44, dus 44 kubus. Nou, ik heb dat aangegeven aan de hand van mijn tabelletje. Dus eigenlijk wat daarboven staat, heb ik dus ook laten zien. Nou, en dan zeggen ze beneden, of als n is 11, hoort er waar n is 48, n is 12. Dus dan gaan ze dat vanuit de kubussen werken. Nou, ik heb ook eerst gekeken naar de bollen. En toen zagen we al wel dat we n is 11 niet konden maken, tot maximaal n is 10 konden komen. Ja, en dan gaan we kijken naar de reeks van de kubussen. En daar heb ik ook genoeg kubussen voor. Dus conclusie, n is 10 is het goede antwoord. Yes, dan zeggen ze wel, dat is ook wel goed om te weten, bij opmerking, als juist is doorgerekend met de factieve formule uit vraag 19, hiervoor geen scores met de mindering brengen. Want dat is natuurlijk logisch. Want op het moment dat jij, je hebt eigenlijk het idee van opgave 19 wel nodig. Dus op het moment dat je daar bijvoorbeeld een andere formule hebt gekozen en die formule gebruikt hebt bij opgave 20, ja, dan mogen we dat niet dubbel fout gaan rekenen. Ja, dus let daar ook heel even op als je je eigen oefenexamens gaat nakijken. Yes? Nou, dat was opgave over de kubussen en de bollen.